Dit programma wordt u aangeboden door Taxi Hoekse Waard en Karin Schaatsport. We zijn vandaag op de Sportboulevard in Dordrecht. Dan gaan we kijken bij weer een groeibriljant uit Hoekse Waard. De 10-jarige Britt Harmsen. Ze doet een kunstschaatsen. We gaan nu bij haar training kijken. Het is alweer bijna avond, zijn we in Dordrecht op de ijsbaan. En daar zit een groot talent uit de Hoekse Waard. Hoe heet jij? Britt Harmsen. En hoeveel jaar ben jij, Britt? Ik ben 10 jaar. En hoe lang doe jij al een kunstschaatsen? Ik ben op mijn 5e begonnen en ik train nu al 5 jaar. En waarom ben je gaan kunstschaatsen? Omdat het ook een interessante sport is en het is ook heel leuk. Waar zag jij voor het eerst kunstschaatsen dan? Ja, op tv eigenlijk. En gewoon op internet. Super geweldig. En heeft jouw moeder niet gekunstschaatst? Nee. Naast haar zit de trainster Astrid. Astrid, leuk dat je even tijd vrij kon maken, want je hebt heel erg druk. Het is ook druk op de baan. Hoe vaak traint Britt nu? Britt traint een aantal keren in de week. En dan is het niet alleen maar op het ijs, maar ook naast het ijs. Dus belet en droogtraining. Ze staat ook op de Vertimax, dat is een apparaat met elastieken waardoor ze hoger kan gaan springen. Dus al met al is ze ongeveer 5 dagen in de week daarmee bezig. 5 dagen in de week, Britt. Mis jij je vriendjes en je vriendinnetjes dan niet met buiten spelen? Ja, een beetje, maar het gaat wel. Want ik heb ook gewoon een paar dagen vrij en het gaat wel. Als zij, het is nu winter, trainen zij alleen in de winter of ook in de zomer? Nee, wij trainen het hele jaar door. Kunstschaatsen is een hele moeilijke sport. En heel veel coördinatieoefeningen. En ja, de zomer is juist heel erg belangrijk om de basis te leggen voor de winter. Dus in de zomer trainen we soms zelfs nog meer. In de zomervakantie hebben we trainingskampen. En dan zijn ze echt de hele dag bezig met schaatsen. En met ballet en dans en off-ice. Dus ja, het is gewoon een heel jaar door heel hard werken. Rij je ook wedstrijden? Ja, ik rij eigenlijk wel wedstrijden, ja. En wat is jouw hoogste plaats die jij gehaald hebt? Eerste. Maar het is ook van het Nederlands kampioenschap en toen was ik 4. Nou zie ik heel veel kindertjes op het ijs. Is Britt echt zo'n groot talent? Nou, groot is ze niet, maar het is wel een talent. Nou vind ik het wel altijd heel erg lastig om over talent te spreken. Sowieso als ze heel erg jong zijn. Een kind heeft aanleg om te bewegen. En met de juiste training en de goede opleiding kunnen ze heel ver komen. Maar talent is eigenlijk maar een heel klein schakeltje. Want je hebt heel veel doorzettingsvermogen nodig. Je moet het kunnen, je moet de mogelijkheden hebben. Je moet het zelf willen. Want ja, je talent of niet, als je het niet wil of niet leuk vindt, houdt het natuurlijk ook op. Dus ja, Britt heeft absoluut mogelijkheden. En daar zullen we ook alles aan doen om daar zoveel mogelijk uit te halen. Hoeveel wedstrijden hebben zij? Niet zo heel erg veel per jaar. Dat is eigenlijk wel jammer. Aan de andere kant is het ook vaak dat het ver weg is.
Dus we hebben nu als vereniging zijnde hebben we met twee andere verenigingen iets opgezet dat ze 3 wedstrijden hadden. Eentje hier, eentje in Den Bosch en eentje in Tilburg. Om te zorgen dat ze wedstrijd klaar zijn. Je moet toch je kuur een aantal keren rijden en je moet in je ritme komen met wedstrijden. Dat is natuurlijk altijd moeilijk. En daarnaast hebben ze 2 selectiewedstrijden en de beste 18 mogen daarna door naar de finale. Dus dat zijn eigenlijk 3 wedstrijden die ze nationaal dan rijden. Maar gelukkig zijn er ook in België een aantal leuke wedstrijden wat dan niet te ver weg is en waar ze dan ook aan mee kunnen doen. Britt, hoe heet de vereniging waar jij schaatst eigenlijk? Ja, DDD, dus eigenlijk De Drechtsteden Dordrecht. Jouw trainster, is zij heel belangrijk voor jou? Ja, heel erg. Ze doet alles voor me eigenlijk, maar ik moet het ook zelf doen. Zeg maar. Nu is kunstschaatsen wel een dure sport, hè? Ja, dat is een flinke dure sport, maar het gaat nog wel. Dus. Maar ik zie dat jij gesponsord wordt, klopt dat? Gesponsord en ja, voor de rest volgens mij niet. En door nog een paar andere sponsors. Is het niet tijd dat er nog wat meer sponsors voor de schaatssport en vooral voor jou komen? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik probeer zoveel geld mogelijk, veel mogelijk geld op te halen. Nou, woon jij in Puttershoek? In Maasdam? Daar zit een hele grote fabriek die zuivel doet, dus ook ijs. Zou die wat kunnen betekenen voor jullie? Ja, ik denk het eigenlijk wel. Het is wel gewoon, ja. Als ik jou was, dan zou ik zeggen, heren van Campina, sponsor mij. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, zeg het maar gewoon. Heren van Campina? Heren van Campina, gewoon sponsor op mij. Wat wil jij nou uiteindelijk bereiken met de schaatssport? Olympisch kampioen worden en een goede schaatsjuf. En net zo goed als je trainster? Ja, eigenlijk wel, ja. En hoeveel jaartjes denk je daarvoor nodig te hebben? Ik weet het eigenlijk niet. Het is niet echt veel jaartjes, maar ook niet heel weinig. Dus ja. Brigitte, hoe voel jij je als moeder van zo'n getalenteerde schaatser? Super trots. En wat heeft het voor jou, wat is de impact op jullie gezinsleven? We moeten behoorlijk schuiven en schema's en om haar te brengen en te halen naar wedstrijden. Maar je ziet dat ze er zoveel lol in heeft en ja, weet je, daar doe je het dan ook gewoon voor. Hebben jullie ook nog andere kinderen? Ik heb nog een zoon van 13 en die voetbalt. En daar moet je ook zijn? En daar moet je ook zijn, ja. Dus het is soms een beetje schipperen, waar gaan we heen? Maar goed, mijn man die doet vaak de voetbal en ik ben hier aanwezig. Komt er nog iets bij kijken en dat zijn de kosten. Daar kan jij waarschijnlijk iets meer over vertellen, Astrid. Ja, weet je wat het is? Als je een sport beoefent, dan... dat kost altijd geld natuurlijk. Als je de sport vaker gaat beoefenen, dan kost het wat vaker geld. En elke topsport kost gewoon heel erg veel geld. En dat is soms heel jammer, want dat is, ja, je kan het maar 1 keer uitgeven. En eigenlijk is Britt het gewoon heel erg waard om daar moeite voor te doen. En ik hoop dan ook dat er mensen zitten te kijken die zeggen van... Nou, weet je, dat is hartstikke leuk. We vinden het een leuke sport. En we willen haar graag daarin helpen. En dan heb ik een goed idee, want elke serieuze sponsor die zich aanmeldt, die nodig ik uit om hier een keertje te komen schaatsen. En die krijgt dan een schaatsles van mij. En dan, dat gaat gewoon helemaal leuk worden. Dus ik ben benieuwd. Kijk eens, u heeft gehoord. Als u de schaatssport en Britt in het bijzonder een warm hart toedraagt en financieel wilt ondersteunen, stuur dan een mail naar onderstaande e-mailadres.